Welkom bij het tv-programma De Man Achter de Minister. Mijn naam is Rut Sinkeler en vandaag ben ik in gesprek met minister Urakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Welkom minister Urakit. Dank u wel. U bent de jongste minister van de heren in ieder geval in ons kabinet. Correct. Ja. Correct. En ik ben heel erg blij dat u er bent en dat u tijd heeft kunnen vinden in uw drukke agenda om deel te nemen vandaag aan het programma. Tuurlijk. We beginnen het programma altijd met een stukje privé. Oké. Okay. Wie is minister Urakit Ramsaran? Uit wat voor soort gezin komt u en waar bent u opgegroeid? Nou, misschien moeten we van start gaan met enkele karakteristieken. Mm-hmm. Energiek. Sowieso een prater. Ja. En apart daarvan kom ik wel uit een strenge gezin. Mm-hmm. Strenge vader, strenge moeder gehad. Maar voldoende liefde. En we hebben het leven echt heel anders meegemaakt. Ik kan niet praten over PlayStations, ik kan niet praten over Gameboys, maar ik kan wel praten over zelf bezighouden, zelf bezig zijn ten aanzien van in de tuin bezig zijn. En natuurlijk dat we ook kunnen praten over die tijden van Jules en John Pofutu. Dus ik heb wel een heel energieke jeugd gehad. Mm-hmm. Natuurlijk ieder zijn ups en downs, maar we hebben geprobeerd om als gezin ervoor te zorgen dat we verder zijn en dat we verder proberen te stuwen. Een gezin bestaande uit 3 oudere zussen, mm-hmm, een zusje en ik daartussen. Als enige jongen? Als enige jongen. Hoe maar was dat? Geen prins. Ik heb wel verwacht als ik zo terugkijk, dacht ik van ik moet eigenlijk prins zijn. Maar dat is niet zo. Nee. We hebben gelijke behandeling gekregen, gelijke liefde. En van daaruit wil ik ook aangeven dat een van onze passie ten aanzien van ons gezin is koken. Ah. Lekker koken, ja. Oh, daar gaan we het straks zeker over hebben. En waar bent u opgegroeid? Nou, ik zelf, mijn combaté om het zo te zeggen, ja, is van Komewijnenmeerzorg. Mm-hmm. Genoten van Komewijnenmeerzorg. Zeker alle hoeken en alle straten. Heel wat vrienden daar gemaakt. Heel wat kennissen. En natuurlijk hebben we ook gekeken hoe wij zelf ook de ontwikkeling hebben kunnen brengen voor Komewijnen. Ja. 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 Mooi, een jongen van Komewijnen. En de kleine Urakit, waar droomde hij van? Wat was u voor jongetje? Nou, Urakit, de kleine Urakit Ramsaran, die droomde ervan om piloot te zijn. Ah. Dus ik denk dat elk kind of elk jongen denkt om een raceauto chauffeur te zijn, mm-hmm, of driver, een piloot te zijn, dokter te zijn. Maar aan het eind dat we natuurlijk ook een stukje realiteit krijgen op onze pad. En dat we van daaruit dan kijken wat we in de toekomst kunnen doen. Dus ten aanzien van kind zijn, ja, piloot worden was een van ze. Maar we hebben ook gekeken naar wat allemaal eigenlijk binnen mijn gedeelte valt. En ik heb een nieuwe passie ontwikkeld toen. En dat was hospitality, horeca. Mm-hmm. Dus dat heb ik wel zeker 12 jaar gedaan, ja. Oké, dus ja, even in restaurants of had u eigen hotelcasino's? Hotelcasino-wezen, mm-hmm, heb ik dan gedaan, x aantal jaren. Begonnen als kleine man bij de frontdesk en van daaruit richting manager en operation manager, ja. Oké. En u zei, u heeft strenge ouders, strenge opvoeding gehad. Ja. Was dat nodig voor u, enige jongen? Bij mij wel. Ja. Bij mij wel. Moest u een beetje goed aangepakt worden af en toe? Ja. Kijk, ik ben er niet trots op, maar ik mag wel zeggen dat ik ook een stukje pakslag heb gehad. Maar een tikje mag sowieso. Want die heeft wel ervoor gezorgd dat het mij heeft gevormd. Mm-hmm. En ik zou het toch niet anders gewild hebben, want dat heeft wel gezorgd dat ik ben geworden wie ik momenteel ben. Ja. Mm-hmm. Ja, ja. Nou heeft u zelf een zoon, hij is tiener, heeft u me net verteld. Ja, correct. Bent u ook een strenge vader? Streng, ja, ten aanzien van zijn school, ten aanzien van het vormen. Mm-hmm. Maar ten aanzien van fun maken, denk ik dat ik wel de grappigste thuis ben, om het zo te zeggen. Nou, u bent een jonge vader, u ja, bent vrij jong vader geworden. Ja. U bent, ik zei het al, de jongste van de mannelijke ministers. Ja. En de op één na jongste van het hele kabinet. Want minister Forswijk is nog net een jaartje jonger. Yes. Maar u bent dus een jonge vader. Hoe was dat om op zo'n jonge leeftijd toch wel zo'n verantwoordelijkheid? Nou, het is een uitdaging geweest, natuurlijk. Mm-hmm. Maar iedereen heeft een eigen manier van obstakels hebben in het leven. Maar de mijne heb ik wel gewoon recht aangekeken en we zijn ervoor gegaan. Ik moet wel aangeven dat als je door het leven wil gaan, dat je ook een sterke partner moet hebben. Mm-hmm. En alleen jij zou dat kunnen aangeven wie een sterke partner is. Ja. Maar ik moet wel aangeven dat van daaruit wel een stevige fundament is gemaakt. We hebben face-to-face ermee gezeten en we zijn gewoon er doorheen gegaan. Ik mag wel zeggen dat aan de ene kant toch wel leuke momenten momenteel eruit komen.
als we zo eraan terugdenken. Ja. Want het zijn juist die harde en moeilijke momenten waarnaar je terugblikt en kan zeggen, ik ben er trots van. En als we kijken naar onze constellatie, als we kijken naar onze fundament, dan gaat het niet alleen om een vader- en zoonrelatie, maar het gaat ook om vader- en bestfriendrelatie. Ja. Want ik sta er ook sowieso open voor dat hij het een en ander mag delen met mij. En natuurlijk, waar ik een beetje kwaai kan uithalen met hem, doen we dat ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat maakt het natuurlijk wel, wel gezelliger. Ja. Maar als ik hem nu zou bellen, wat gaat hij me zeggen? Mijn vader is heel streng op zijn tijd, en, maar vooral heel veel fun. Eén van ze, ja. Ja? Dat is zeker één van ze. Ja. Streng gaat hij niet gebruiken. Nee. Hij gaat streng niet gebruiken totdat wij hem vragen van hoe is hij zelf ten aanzien van jouw schoolwerk, hoe is hij ten aanzien van, noem maar op, het uitgeven zelfs. Ja. Ik mag niet joggen, ik ben zelf half Hindoestaan. Mm-hmm. En wat ik heb geleerd van mijn Aji, moet ik zeggen, is zuinig omgaan, prudent omgaan met de middelen die je hebt. Ja, ja. Ja. En wat is het leukste ding wat u en uw zoon samen ondernemen? Hebben jullie een gezamenlijke hobby misschien? Ik zou het geen hobby noemen. Mm. Wij hebben een eigen manier van relaxen. Mm-hmm. En dat is dat wij een rondje gaan toeren. Mm-hmm. Of we nou richting Saramaka is, of we nou richting Stokes Ever is. Verre afstanden, lekker toeren. En dan wat lekker muziek, waarbij een stukje karaoke zingen. hij kunt vindt u dat goed zingen? Nou, ik zou niet zeggen goed, maar ik ken de woorden wel. Dus gezamenlijk zingen in de auto, lekker wat junkfood erbij. Ja. Dat vindt hij zelfs ook leuk, want ik vroeg hem wat vind je leuk zelf dat papa nog kan communiceren met jou op een bepaalde leeftijd. Mm-hmm. Hij zegt van pa, wij houden van hetzelfde, junkfood. Ja. We houden van lekker zingen, ja. We houden van een beetje tour met de auto. Dus er zijn toch wel wat zaken waarbij we altijd terugkijken en zeggen van dit zijn momenten dat je moet koesteren. En vooral met mijn zoon dat ik wil aangeven. Op die manier dat de liefde niet weg is, dat de liefde blijft groeien en dat wij samen wel de zaken wat kunnen verlichten, vooral in deze tijd in Suriname. Ja. Maar zingen is sowieso een van ze, junkfood is een van ze. Gamer van mij kan liever niet, ik ben niet echt een gamer. Nee. Maar wat betreft dan praten met hem, dat zijn wel een van de zaken waar wij soms tot laat in de avond kunnen doen. Ja, ja. Dat is wel leuk. Dat zijn denk ik ook wel de voordelen als je een kleiner leeftijdsverschil hebt tussen ouder en kind. Ja. He, maar mijn moeder en ik schelen ook precies 20 jaar eigenlijk. Dus dat merk je toch dat je, naast dat ze je ouder zijn, inderdaad je vriendschap ook wat makkelijker. Je kan elkaar makkelijk vinden, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Meer dingen die overeenkomen. Heel mooi, heel mooi. Dank voor deze inkijk in uw privé. En van privé gaan we met de minister naar het volgende segment. En dat zijn de stellingen. Ik heb 3 stellingen, minister Ramsaram. En de eerste stelling is, als mannelijke minister moet ik streng en autoritair zijn om dingen voor elkaar te krijgen, anders lopen mensen over me heen. Hmm. Waar of niet waar? Nee. Nee. Ik zie het heel anders. Natuurlijk moet je een bepaalde respect kunnen afdwingen. Mm-hmm. Dat is 1. Maar 2, ik zeg ook altijd, als je respect afdwingt, moet je wel respect geven. Mm-hmm. Want je houding bepaalt van hoe je eigenlijk omgaat met jouw personeelsleden, met jouw ambtenaren. Maar ik wil ook aangeven dat er een heel ander model is van leidinggeven. Mm-hmm. Soms moet je ook even kijken waar het knelt. En als je wil weten waar het knelt, dan heb je toch wel een beetje luisterende oor. Meer een luisterende oor nodig. Vergeleken met fear. Hoe noem je dat? Angst. Angst. Mm-hmm. Dus je kan leidinggeven op basis van angst. Mm-hmm. Maar je kan ook leidinggeven op basis van vertrouwen. Ja, en het werkt beter op basis van vertrouwen. Vergeleken met angst. Ja. Als iemand het uit angst doet, betekent dat de persoon zelf geen mening heeft. En als jij zegt dat het blauw is, dan moet die persoon zeggen dat het blauw is. Terwijl het op vertrouwensbasis is, dat de persoon nog kan adviseren. En zelfs kan aangeven en zelfs misschien calamiteiten kan voorkomen dat het niet gebeurt. En dat is wel een andere manier, een andere strategie. Mm-hmm. En momenteel wordt geheel Suriname eigenlijk op die manier gedraaid. Mm-hmm. Dat we ook op basis van vertrouwen werken en proberen te kijken naar de verschillende strategieën. En uit angst werken, dat zal veel stressiger en depressiever werken naar de ambtenaren. Mm-hmm. Dus ik raad ook aan, en ik zie het ook bij mijn collega's, dat we de zaken heel anders aanpakken. Dat als je respect wil afdwingen, dat je ook respect moet geven. Mm-hmm. Het werkt wederzijds, het is geen one-way street, het is een two-way street. En zo zorgen we ervoor dat wij de zaken dan dagelijks aanpakken. Klopt, ja. Heel mooi, heel mooi. Oké, en de tweede stelling, minister, is als het aan mijn gezin / mijn familie ligt, komt er geen tweede termijn ministerschap na deze. Sorry, ik moest even lachen. Ja. Er zijn verschillende momenten geweest waarbij mijn gezin als familie wel even terug moet blikken. Net wat ik zei, als u hoort dat ik soms in de auto een rondje ga toeren en met ze samen zing,
U weet, momenteel is het heel anders. Mm. Ik krijg minder tijd daarvoor of bijna geen tijd. Als het aan de familie ligt of aan mijn gezin ligt, de verschillende tegenslagen die wij momenteel krijgen als regering, als minister, hebben natuurlijk, we zijn erin gegroeid eigenlijk. We zijn voorbereid door al die jaren heen, gedrild eigenlijk om de positie te kunnen dragen. Maar aan de andere kant is je familie of je gezin niet. Nee. Dus daar ga je wel de zaken anders moeten aanpakken. Dus je moet wel als minister weten wanneer je eigenlijk een punt zero bereikt voordat je thuis aankomt. Of wanneer je eigenlijk je quality time een beetje wil doorbrengen met je gezin, dat het niet gaat clashen met elkaar. Mm-hmm. Als het aan hun ligt ten aanzien van het werk, ik heb duidelijk gemaakt waarom papa eigenlijk bij deze ik het werk verricht. En dat als wij meer kunnen betekenen voor je medemens, dat we dat liever doen. Als het aan hun ligt, er zijn momenten, leuke momenten, minder leuke momenten, maar geen ene keer is dat geuit naar mij van graag niet voor de volgende keer. Mm. We doen het voor het volk, we doen het voor onze medemens en het is wel belangrijk dat je communiceert met je gezin. Ja. Want zonder een sterke gezin thuis zal het ervoor zorgen dat je niet gefocust bent aan het werk. Mm-hmm. Ja. Ja, dus het ligt er nog even aan. Als u vragen, gaat u eerst overleggen thuis. En dan horen wij als volk of we nog een keer minister Ramsaran mogen verwelkomen. Voor de dienst, als het wordt gevraagd, ja, sta ik er volledig open voor. Oké, heel mooi. U bent natuurlijk ook nog hartstikke jong en fit, toch? En de laatste stelling. Als mannelijke minister stimuleer ik vrouwen in de politiek. Ja. Dat er meer vrouwen komen. Yes. Ik, niet alleen politiek. Mm. Ik zei al, ik kom uit een huishouden waarbij ik twee oudere zusters heb en een zusje. Ik stimuleer dat gedeelte. Waar ik zou kunnen helpen, sta ik er volledig open voor. Mm-hmm. In het politiek. Maar net wat ik zei, sowieso op alle vlakken. Ik heb zelf onder GM's gewerkt die vrouwelijk waren, mm-hmm, of vrouwelijk zijn nog steeds. Ja. En ze hebben hun leiderschap getoond. Mm-hmm. Mijn collega's binnen het kabinet van de president en de vicepresident hebben ook hun leiderschap getoond. Dus ik wil wel aangeven van, als ik het kan, kunt u het zelfs beter dan mij. Mm-hmm. Maar we moeten ervoor zorgen dat wij bewust van worden dat we gelijk zijn. En dat wij ook weten dat onze medemens niet minder is dan ons. En bij deze, als het gaat om de vrouwen, woman empowerment, natuurlijk, ik sta er volledig achter. En vooral omdat ik uit een bepaald huishouden kom waarbij ik zelf heb geleerd. En zelf heb mogen meemaken wat de kracht is van een vrouw. Ja. En thuis zelf mag ik dat mee, dagelijks, bij mijn echtgenoot. En ik zie dat sowieso een vrouw meer in staat is ten aanzien van haar gevoelens vooral. Want ze kunnen offers maken voor hun gezin of familie. Waarbij zij zelf eigenlijk de dupe van worden. Mm-hmm. Dus soms moet je toch even aangeven van luister, het is ook tijd om aan jezelf te denken. Mm-hmm. Dus als u mij momenteel de vraag stelt, sta ik erachter volledig. Ja. Volledig, ja. Meer vrouwen in de politiek of in ieder geval balans. Een balans. Ja, ja, een balans. Nee, de balans moet er altijd zijn. Tuurlijk. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Dit waren de stellingen die zijn voorgelegd aan minister Ramsaran. Van de stellingen gaan we naar segment nummer 3 en dat is carrière, ambitie en ministerschap. U heeft al een beetje aangegeven, minister Ramsaran, dat u hiervoor zat in de hospitality business. Wat was uw laatste baan voordat u minister werd? Entrepreneurschap, business. Mm-hmm. Ik heb dat zeker voor 4 tot 5 jaar gedaan. Mm-hmm. Na hospitality, na het casino en hotelwezen, mm-hmm, is er weer een andere passie. En dat heb ik dan mogen uitvoeren. Ja. Mijn laatste opleiding is ook trouwens ondernemerschap. Mm-hmm. En daar heb ik mijn talenten eigenlijk mogen uiten. En aan de hand daarvan dat ik wel wil aangeven dat het mij heel veel motivatie geeft. Mm-hmm. En ook heeft gezorgd dat ik de zaken even anders zie. En in dat geheel kunnen we ook terugblikken naar wat je zou kunnen doen voor de gemeenschap. Want als zakenman denk je niet alleen aan winst, mm-hmm, maar je denkt ook aan het sociaal gevoel. Juist. Wat je dan kan uiten. Dus het heeft toch wel een andere wereld voor mij geopend dan alleen inkomsten genereren. Maar het heeft wel een andere wereld geopend waarbij ik zei van we moeten een bepaald balans gaan creëren. Balance is de key trouwens, yin en yang. Met een heleboel. Ja, trouwens. En dat heeft wel ervoor gezorgd dat een heel andere wereld is geopend. En van daaruit zou ik wel willen aangeven van het heeft mijn hart veroverd. Ja. En ik zie dat in de toekomst ook. Ja. Ja. En toen u was lekker aan het ondernemen. En toen kreeg u telefoon van, hey, Urakit, we hebben een minister nodig, sociale zaken, ja, we willen jou. Wat was uw reactie? Nou, ik zeg altijd dat
politiek een beetje gepaard gaat met business. Mm-hmm. Je moet de financiële middelen erin hebben. Dus bewust of onbewust zit het al in je. Mm-hmm. Eigenlijk als zakenman doe je eigenlijk een stukje politiek, ja. Businesspolitiek. Het gaat niet zonder. En toen ik dat telefoontje kreeg, eigenlijk voordat ik dat telefoontje kreeg, stond het al in de media. Oh. Het was social media. En van daaruit kreeg ik een heleboel telefoontjes. Heel snel kreeg ik een heleboel telefoontjes. Waarbij mijn gesprekken daarna wat formeler aan toe gingen. Mm-hmm. En dat we dat hebben besproken. Natuurlijk, wat mij betreft, was het een mixed feeling. Mm-hmm. Moet ik blij zijn of moet ik aan de ene kant denken van, oh, dit wordt een zware taak. Ja, ja, ja. Dus het was toch wel een beetje een mixed feelings waarbij ik weet dat ik mijn voorbereidingen wat zwaarder moet treffen. Om dan de lasten te kunnen dragen. Ja. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft u gezegd van, oké, weet je, ik zet mijn schouders eronder en let's go. Nou, na enkele gesprekken te hebben en duidelijk te zien welke richting op we willen gaan, is er dan duidelijk gekomen naar ons toe in welke situatie Suriname is. Mm-hmm. We hebben een commitment gemaakt dat we ervoor gaan als team, want we zijn ook bij elkaar geroepen als komende ministers, de opkomende ministers. En we zijn flink gedrild geworden en van daaruit dat we wel een bepaalde verwachting hebben ten aanzien van het werk wat te doen valt. Maar ik denk dat u het ook hebt gehoord van mijn collega's. Het is veel zwaarder dan wat we hebben ingeschat. 18 uren per dag, is me verteld. Weinig slaap. Maar... Nou, de uren maken mij... Eigenlijk heb ik niet zo'n probleem met de uren. Mm-hmm. Die aantal uren ben ik al gewend. Maar het gaat meer om dat het een grotere effect heeft dan alleen een zaak. Het heeft natuurlijk grotere effect richting de samenleving. En dat we wel dubbel en dwars erover moeten nadenken voordat we stappen nemen. Ja, heel prudent. Klopt. En het ministerie wat onder u valt, Sociale Zaken en Volkshuisvesting... is not an easy one. Volgens mij zijn ze geen van alle easy trouwens, maar sociale zaken, volkshuisvesting wordt heel veel beroep op gedaan. Wat zijn uw grootste uitdagingen tot nu toe geweest? Nou, de grootste uitdaging wat we hebben gehad is dat tijdens het inventariseren van de verschillende bedragen die eigenlijk als ondersteuning gelden richting de samenleving, hebben we opgemerkt dat het totaal niet zou voldoen om de samenleving te kunnen helpen. Mm-hmm. Dus de bedragen ten aanzien van of het nou AKB is, of het nou AOV is, of het nou mensen met een beperking, richting zwakke huishoudens was, moesten we sowieso er meteen werk van maken. Mm-hmm. Want als je de samenleving zou willen helpen, terwijl we weten dat er straks pijnlijke maatregelen getroffen zouden worden, dat we zo snel als mogelijk eraan moeten werken. Maar apart daarvan zijn de noodkreten van de samenleving zodanig groot dat als we niet een start maken zo snel als mogelijk, dat het eigenlijk voor grotere calamiteiten zal zorgen. Mm-hmm. Waarbij de samenleving eigenlijk richting een diepe armoede eigenlijk dompelt. Ja. Dus een van de grootste uitdagingen waren om alvast te kijken naar de bedragen en op te krikken. Mm-hmm. We hebben dat wel mogen realiseren, zeker tot 3 keer toe. 1 maart gaat de volgende verhoging in. Dat is één van ze. En de tweede is dat we moesten kijken naar gezondheidszorg in combinatie met volksgezondheid. Om te kijken hoe wij dan de samenleving kunnen voorzien van een verzekering. Mm-hmm. Dus er zijn x aantal beleidsmaatregelen waarbij we praten over de reguliere. Die zeker een paar jaren niet is aangepakt. Mm-hmm. Dus dat is sowieso een van de grote uitdagingen geweest, deze 2 alvast. En vandaar dat we ook hebben gekeken naar de verschillende reguliere maatregelen. Waarbij de samenleving dan geïnformeerd moet worden. Waarbij we de zaken moesten verscherpen. En apart daarvan hebben we ook gekeken naar de ligging van sociale zaken. Want zoals u ook al weet, een ieder met een noodkreet gaat komen naar sociale zaken en volkshuisvesting. Dus wij moeten er voorbereid voor zijn dat als het zover is, dat de zaken eigenlijk kortsluiten. En dat wij wel de mensen te woord staan. Mm. Want als ze niet naar ons toe kunnen komen, dan zijn ze sowieso radeloos. Ja. Dus we proberen er wel voor te zorgen dat wij zoveel als mogelijk proberen in te spelen. Maar ik probeer ook die reminder te geven aan de samenleving. Wij zijn daar om die helpende hand te geven. Mm-hmm. We kunnen je lasten niet volledig dragen, maar die helpende hand kunnen we wel geven. Ja, we moeten, de bevolking moet een deel doen. Een verlichting brengen. De regering doet de rest. Ja. Maar minister, de komende 10 jaar, hoe gaat het met AOV? Want over 10 jaar mag ik, hè? AOV mag ik dan even aangeven? Zover ben ik al, hè? Ja, nou, we moeten alvast plannen, hè? Ja, ja. AOV ziet er goed uit. Ja. Bij AOV hebben we eigenlijk geen achterstanden ook. Mm-hmm. Apart van de verhogingen die van 5,25 richting de 12,50 is gegaan. Waaraan we nu werken, een van de uitdagingen voor nu, is dat wij bezig zijn met het minister van Financiën, het ministerie, om te zorgen dat de achterstanden van AKB worden uitbetaald. En dat is een van de grote uitdagingen, omdat de achterstand dateert sinds 2019. Oh. We hebben wel ongeveer 70% al uitbetaald. Mm-hmm. Dus we zitten nog met de laatste 30%. U weet, de laatste mijl is altijd het zwaarst. Ja. Dus die laatste 30%, die hebben dan gevraagd aan de minister van Financiën. De verzoeken zijn gestuurd. Dus dat is nu even wachten op mijn collega. Mm-hmm. Ja. Oké, en
U bent naast sociale zaken ook minister van Volkshuisvesting. We weten in Suriname lastig, betaalbare woningen. We werken hier met een heleboel jongeren. Die kunnen moeilijk aan woningen komen. Hoe ziet de toekomst wat dat betreft, wat dat deel? Welke uitdagingen liggen daar? Nou, laat me eerst vertellen vanuit mijn point of view ten aanzien van mijn ervaring. Mm-hmm. Het is een stukje moeilijker voor een jonger persoon om over een stukje grond oftewel onderdak te hebben. Dus wat we proberen te doen is niet te kijken naar hoe je in bezit zou kunnen zijn ten aanzien van het hebben ervan, maar meer hoe we daarnaartoe kunnen werken dat u in de toekomst dan dat zou kunnen hebben. Gezamenlijk met GBB hebben we gekeken naar hoe wij dan richting goedkope huurwoningen kunnen gaan via onze Stichting Volkshuisvesting. Want als we kijken naar de verschillende woningen die toen werden verhuurd, zijn ze een beetje bovenvallig geworden. En natuurlijk de mensen die ook al erin blijven, die hebben ook recht op om het over te kopen. Mm-hmm. Dus we moeten natuurlijk gaan creëren, huizen gaan bouwen, waarbij in samenwerking met collega OW, dat we intussen een commissie hebben ingesteld. De commissie bestaat uit deskundigen vanuit GBB, vanuit OW en SOSAVO, dat zij alvast kijken hoe wij de zaken kunnen aanpakken, dat in de toekomst het vooral voor de jongeren een stukje makkelijker wordt om in het bezit te zijn van of een stukje grond, mm-hmm. of een goedkope huurhuis, waarbij dat eigenlijk een start kan geven aan hun, ja. om hun eigen onderdak te hebben. Ja, want dat is denk ik wel een grote behoefte. Niemand wil voor zijn leven lang bij zijn ouders blijven wonen natuurlijk. Ja, correct, ja? Correct. U bent nu 18 maanden onderweg, zo ruim, richting de 2 jaar ministerschap. Er is ook heel veel kritiek op deze regering. En er is ook heel veel kritiek op jullie als ministers persoonlijk. Hoe gaat u daarmee om? Nou, elke dag is een nieuwe dag voor ons. We proberen natuurlijk gemotiveerd te blijven. Mm-hmm. Het is altijd zo dat het maakt niet uit hoeveel werk u verzet, zelfs als persoon, het hoeft niet te zijn in functie van minister, dat de negatieve dingen altijd overwolken ten aanzien in vergelijking met de positieve zaken. Wat we wel moeten zeggen, of wat we wel moeten bijhouden als minister, is dat wij duidelijk moeten zijn ten aanzien van het uitvoeren van de verschillende taken die we hebben. Mm-hmm. En het beste zou zijn om het af te vinken zelfs. Ja. Want aan het eind, of de samenleving het nou inziet of niet, moeten we ervoor zorgen dat het werk wordt verzet. En van daaruit, ik mag wel aangeven, aan het begin was het een stukje moeilijker, maar langzamerhand ziet het volk zelf dat het werk wordt verzet. Mm-hmm. Het enige wat zo'n beetje negativiteit brengt, is dat bepaalde van de maatregelen wat pijn doen. En dat is juist hetgene dat ervoor zorgt dat de samenleving soms in rep en roer is. Kijk, change is not the enemy. Nee. En change brengt soms pijn met zich mee. Ja. Maar verandering is nodig, verbetering eigenlijk. Laat me het beter zeggen. Niet verandering, maar verbetering. Mm-hmm. Correcties aanbrengen is veel pijnlijker en veel meer werk vergeleken met het bouwen van iets. Ja. Dus wat ik wil aangeven is dat als we kijken naar de situatie waarin Suriname zich verkeert en het volk zeker een aantal jaren zo'n beetje de dingen voorhanden hadden, dat het natuurlijk een beetje moeilijker gaat als je zegt van luister guys, we gaan de zaken anders moeten aanpakken. De riemen gaan we wat strakker moeten binden. En ik ga wel moeten aangeven dat als jullie niet voldoen, jammer, dan zullen we dat moeten intrekken. Ja. Dus dat zijn enkele zaken waarbij natuurlijk wij rekening mee moeten houden. Maar hoe wij zelf ermee omgaan, we zien elke dag als een nieuwe dag. Mm-hmm. En we proberen gemotiveerd te blijven, want wat we doen aan het eind is voor het volk. Ja, voor zeker. Onze toekomst eigenlijk, voor de kinderen. Ja. Ja, sowieso, sowieso. En nou, we hebben het al een beetje over gehad natuurlijk. Jullie maken lange dagen, drukke tijden. Naast dat u ontspant door met uw zoon lekker te gaan toeren en wat leuke dingen te doen. Wat zijn nog meer dingen die minister Ramsaram doet om te ontspannen na zo'n zware werkdag? Nou, gelukkig is de lockdown tijd nu 11 uur. Ja, dat geeft een kan beetje het niet weg. We zullen praten met volgezondheid. Dat geeft eigenlijk een stukje tijd aan mij. Voor de mensen die het al hebben gezien, een bepaalde groetemaal, is dat ik soms een rondje ga joggen of een rondje ga lopen. Mm. Is even voor jezelf of een beetje een meditatiemodel lopen eigenlijk. Muziek in de oren. Om jezelf even terug te vinden, even een point zero te vinden, een balans daartussen. Maar apart daarvan zei ik het al, ik kom uit een gezin die van lekker koken houdt. Dat betekent ook van lekker eten houden. En het gaat dan, mag niet uit waar, dat we even een lekkere doksa koken of een lekker noem maar op koken. Even tot die punt nul komen. Maar joggen is een van ze. Een potje lekker koken is een van ze. En een rondje toeren waarbij we lekker zingen. En ik ga je eerlijk zeggen, bij het zingen, als je soms wat luider zingt, dat je ook je gevoelens een beetje uit. Ja. En dat is wel nodig op je eigen manier natuurlijk.
Maar ik zou een ieder aanraden, probeer zelf te kijken waar je comfortabel mee bent om jezelf te kunnen uiten. Of het nou door middel van kunst is, of het door middel van gymnastiek is. Maar het is nodig dat wij een bepaalde manier zoeken om toch onszelf terug te vinden. Want als je een nieuwe dag zou willen starten, moet je zelf eentje even uitlaten, eigenlijk, om het zo te zeggen. Even die uitlaatklep. Yes. En dan ben je de volgende dag een beetje fris. We wachten op de eerste ministers karaokeavond. Maar daar willen we wel bij zijn met onze camera's. Ja. Dank u wel, minister. Over carrière en ambitie en ministerschap ging dit. We gaan van daaruit naar het volgende segment. En dat is het woordassociatiespel. Wilt u een royal treatment in een prachtige ambiance met eten en drank van topkwaliteit? Kom dan naar restaurant L'Ermitage, mooi gelegen aan de Henkilaan nummer 85. Onze service zult u nooit meer vergeten. L'Ermitage, ook voor jou. Minister Ramsaran, bent u ready voor een kleine game? U houdt niet van games, maar dit is een gewone game tussen ons twee. Yes? Ik ben er ready voor. Oké, ik geef u een woord en de associatie die u heeft erbij, de eerste gedachte, het eerste wat in u opkomt, zegt u. Okay. Ja? Yes. Ik begin veelal met hetzelfde woord bij u en uw collega's, Suriname. Trots en liefde. Trots en liefde, heel mooi. Vakantie. Relax. Ja. Wanneer was u voor het laatst op vakantie? Is het al gelukt de afgelopen 18 maanden? Nee. Oh. In geen jaren. Ja. Zelfs daarvoor. Ja, als we het hebben over balans, misschien wordt het tijd om een beetje te gaan plannen. Waar zou u naartoe willen? Graag. Ja. Wat wilt u nog zien? Nou, ik hou stilstil van Suriname. Mm-hmm. Dus als ik ervoor kies om te ontspannen, mm-hmm. blijf ik liever in Suriname, maar dan in het interieur. Richting binnenland. Ja, want dat was het volgende. U heeft gekeken, hè? Oh, nee. Binnenland van Suriname. Prachtig. Ja. Prachtig. Heeft u een favoriete streek misschien of maakt dat niet zoveel uit? Ik heb jarenlang gewerkt Afubaka, Brokopondo, Bronzeweg. Dus ik heb toch wel een bepaalde liefde voor die omgeving. Ja. Die omgeving. Ja. Het is ook allemaal mooi. Ja. We hebben het al een paar keer gehad over eten, minister, maar wat is nou uw favoriete, waar mogen we u voor altijd voor wakker bellen? Nou, het maakt niet uit wat voor gerecht het is. Mm-hmm. Als je moeder dat klaarmaakt, is het altijd speciaal en lekker. Maar ik moet wel aangeven dat er een Javaans en Indonesisch gerecht is, mm-hmm. een simpel gerecht. Men noemt het soms doorkijksoep en dat zeg je in het Indonesisch Jangan Pening. Mm-hmm. Jangan Pening betekent letterlijk groente in een transparant sausje, soep eigenlijk. Yeah. Wat zoute vis erbij of wat gebakken vis erbij en een lekkere trasi sambal. Yeah. Dus Jangan Pening, anytime kan je me wakker maken daarvoor. Okay. Want ik ben er ready voor om een lekker schepje te eten. Weet u wat er nu gaat gebeuren na deze uitzending? Uw hele kantoor gaat overspoeld worden. Dat u elke dag, de hele dag doorkijksoep kunt eten. Doorkijksoep kunt eten. Overvolle agenda. Werk aan de winkel. Ja. Ja, ja. Nog heel veel te doen. Yes. Partnerschap. Het eerste wat in mijn hoofd komt is vertrouwen. Mm-hmm. Ja, ja. Oké. Okay. En als we het hebben over sport? Ik zei het al net, joggen. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk waarmee ik het meteen plaats. Ja. Ik parkeer het meteen daarmee. Ja. Direct. Ja, oké. Okay. En als laatste, toekomst. Dat gaat wel een mondvol zijn. Nee, geeft niet. Mijn toekomst, of althans als ik kijk naar mijn eigen toekomst, is het eigenlijk mijn toekomst, de toekomst van mijn zoon. Mm-hmm. Je weet, en iedereen heeft een doel in hun leven. En je gaat dan jouw leven investeren
Want alleen zo kan je ervoor zorgen dat je toekomst alleen sterker wordt. Dus bij deze, als ik moet denken aan de toekomst, dan is het mijn zoon. Mm-hmm. Ja. Mooi. En als u denkt aan de toekomst van Suriname? De toekomst van Suriname. Ik wil gewoon diezelfde lobby, Suiti Sananang, achterlaten voor onze kinderen. Mm-hmm. Ik heb heel wat mogen meemaken in Suriname. Ik heb heel wat tranen, heel wat zweet mogen inzetten. En ik wil het wel zo behouden dat ik kan vergelijken en met trots kan zeggen, als ik ooit met vakantie ga mm-hmm. naar het buitenland, dat ik Surinamer ben. En dat wij ervoor zorgen dat we het toch wel als tempel laten over de wereld. Ja. Ja, dat we allemaal kunnen zeggen, we zijn trotse Surinamers. We zijn trotse Surinamers. Om ons land bezoeken. Maar niet alleen trots. Ja. Een trotse Surinamer zijn, betekent dat je investeert in je land. Juist. Of het nou door middel van financiële middelen zijn, mm. of het nou door middel van je werk, jouw zweet. Mm-hmm. Dus op verschillende manieren kan je bijdragen. Zou dat kunnen. Correct. Ja, correct. Heel mooi. Ja. Dank u wel voor het meespelen, minister, voor de antwoorden. We gaan dan weer naar het laatste segment. Okay. En het laatste segment gaat over leiderschap en legacy. Als minister, jullie staan in de belangstelling. Daar had ik het ook al even over. Jullie zijn rolmodellen, mensen kijken naar jullie, jongeren kijken naar jullie. Dat is best wel een verantwoordelijkheid. Ja. Hoe gaat u daarmee om? U bent zelf nog eigenlijk heel erg jong. Ja. Niet eigenlijk, u bent heel erg jong. Toch drukt het, denk ik. Drukt het zwaar op uw schouders of valt het mee? Er zijn of toch maak wel, ik drama? Nou, er zijn toch wel momenten. Ik maak helemaal geen drama ervan. Nee, er zijn toch wel enkele momenten waarbij ik extra pijn heb aan mijn nek, aan mijn achternek, om het zo te zeggen. Van het dragen van je verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Er zijn momenten waarbij je jezelf moet inhouden, omdat je een bepaalde voorbeeldfiguur bent. Er zijn momenten waarbij je normaliter, als jongere, dan los zou komen. Mm-hmm. Waarbij je zegt van nee, je bent een voorbeeldfiguur. En we moeten ervoor zorgen dat we het beste voorbeeld geven. Dus als ik dan kijk naar bepaalde druk die je legt of die ik krijg als minister, dan is het toch wel groot. Maar ik wil wel aangeven dat wij ten alle tijden onszelf moeten zijn. Mm-hmm. Laten we het positieve bekijken, vergeleken met het negatieve. En het geeft toch wel een bepaalde vorm ook in je leven. En je thuisleven om ervoor te zorgen dat zij ook weten in welke positie je zit en dat ze je ondersteunen daarin. Want elk move die je maakt, elk besluit die je neemt, zal een effect hebben naar de samenleving. Mm-hmm. Dus voordat dat wordt gedaan, dat je even goed erover nadenkt, voordat je tekent zelf, dat je even goed leest, want het heeft een grote impact richting de samenleving. Klopt. En het is dan ook veel zwaarder, vooral voor degene die niet tegen de stress kunnen. Het kan je depressief maken. Dus daarom dat ik ook adviseer richting ieder, dat we toch wel een bepaalde punt nul, een bepaalde balans moeten gaan creëren om ervoor te zorgen dat als je je werk wil verzetten, als je een goed voorbeeld wil zijn, dat je wel een middel moet zoeken om je terug te kunnen vinden. En bepaalde mensen doen dat door middel van meditatie, maar probeer het ook te doen door wat sociaal werk zelfs. Ja. Want dat geeft altijd een lekker gevoel mm-hmm. om ervoor te zorgen of te weten dat je wat voor je medemens hebt kunnen betekenen. Ja, want u bezoekt natuurlijk eigenlijk het hele land, ja. hè? Want iedereen wil aandacht van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hoe gaat dat eigenlijk eraan toe als u op locatie komt en de mensen zien u en zo? Hoe gaat dat? Nou, in het probeer een voorstelling te maken. Ja, nou, elke locatie waar je naartoe gaat, hangt het eigenlijk van jezelf af. Mm-hmm. Als het gaat om werk, dan ga je natuurlijk in het formele, waarbij de lijfwachten erbij zijn. Dus dat trekt alvast heel wat aandacht aan. Maar apart daarvan zijn er toch wel heel wat punten die de samenleving graag zou willen delen met de ministers. En bij deze vooral zo SAVO, dat er toch wel heel wat zaken zijn die ze willen bespreken en heel wat zaken dan gedaan moeten worden voor hun. We proberen zoveel als mogelijk open oor te houden. Ik zou aanraden overal te lopen met je pen en papier, ja. om ervoor te zorgen dat de zaken gedaan worden. Want soms is het ook nodig dat de mensen eigenlijk een stukje aandacht alleen krijgen. Als ze weten dat ze de zaken hebben besproken met je, dan geeft dat alvast een gerust gevoel. Ja, toch, mensen willen gehoord worden. Ja. Juist, zullen gehoord worden. Zoals u en ik ook trouwens, als wij wat te delen hebben of een probleem hebben, dat graag alvast wordt aangehoord. Heel wat mensen komen ook met adviezen. Mm-hmm. Dat neem ik altijd met open armen aan. Maar natuurlijk voor degenen die ook delen van hoe de zaken anders aangepakt kunnen worden vanwege de verschillende problemen, dat we er naartoe kijken. Maar ik zou van mijn kant uit proberen eerst diep adem in te nemen voordat ik naar uitstap uit de auto. Ja. Want elk setting is anders, elk probleem is anders. Maar we moeten ervoor staan, we hebben ervoor gekozen om ten dienste van een land en volk te zijn. Dus bij deze moeten we het dragen. Ja. Ja. Heeft u moeten wennen, want u noemt net lijfwachten en zo. Hè? Kijk, ik ben iemand, ik beweeg me natuurlijk gewoon vrij. Hè? Dus maakt niet zoveel uit.
Voor mij, ik bedoel, ik ben niet zo belangrijk. Ja. Maar die lijfwachten in het begin, hoe ging u daarmee op? Nou, er zijn verschillende momenten. Aan het begin zie je dat als onnodig. Mm-hmm. Daarna zie je dat als, bepaalde mensen zien dat als stoer gedrag. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je toch wel de instructies krijgt vanuit de lijfwachten, vanuit DNV, noem maar op, dat ze ook duidelijkheid brengen van waarom ze met je zijn. Ja. Dat is natuurlijk even wennen, mm-hmm. want ik zelf, net als wat ik zei, ik hou ervan om zelf toch wel even een rondje te rijden. Mm-hmm. En bij deze moeten we toch even afstemming plegen. En het is toch wel even anders, je privacy, ten aanzien van je privacy vooral, dat het heel wat anders eruit ziet. Maar voor de heren zelf, ze zijn heel neutraal. Mm-hmm. Ze kennen hun werk heel goed. En ik heb wel een goede ervaring met mijn lijfwachter. Ja. En dat zij zelf ook heel behulpzaam zijn. Ja. Dus bij deze moet ik wel aangeven, complimenten ook aan die heren van me. Mm-hmm. En dat ze ook zien dat het werk wat wij doen, of het nou in uniform is of niet, dat heel wat sociaal werk wordt verricht, maakt niet uit waar. En dat is ook het mooie van, dat men soms een minister in een andere setting mag meemaken, ja, en zien dat de minister een simpel en normaal persoon is als u en ik. Ja. En dat wij ook gevoelens hebben en dat wij ook graag wat zouden willen betekenen, apart van onze functie. Ja, dat heb ik wel gemerkt. Hè. Ik spreek al uw collega's nu. Dat we hier in Suriname eigenlijk, denk ik, juist zouden moeten waarderen dat onze ministers vrij makkelijk benaderbaar zijn. Ja. Hè, er zitten niet van die, volgens mij in Amerika had ik dit programma nooit voor elkaar gekregen, denk ik hoor. Hè, dus daar ben ik dankbaar voor. Maar ik vind het ook heel inspirerend om al jullie verhalen te horen. Maar wie inspireert u, minister Ramsaram? Waar haalt u inspiratie vandaan? Nou, het is eigenlijk een van de vragen, want ik volg uw programma's ook trouwens. ik moet aangeven dat ik tot nu toe mezelf heb mogen verrassen een paar keren. Ja. Dus het moet niet zo arrogant klinken. Ik wil het niet arrogant laten klinken. Maar ik moet wel aangeven dat als ik terugblik naar mezelf, dat het wel een stukje motivatie heeft gegeven dat ik de zaken heb kunnen doorstaan. Mm-hmm. En ik moet ook aangeven dat in dat geheel, in dat pakket van wie ik dan graag, althans idoliseer, dan zou ik wel willen aangeven dat een van de sterkste personen die ik ooit heb gekend, is sowieso een vrouwspersoon, twee vrouwspersonen. De moeder, mijn moeder, mm-hmm. dat is één. En twee is mijn eigen echtgenoot. Mm-hmm. Want als hij kan doorstaan met mij, dan is ze sterk. Nou, mevrouw Ramsaram, is een heel groot compliment hier op tv. Nee, maar dat is heel mooi. Dus de inspiratie vindt u en krijgt u en ontvangt u dichtbij. Yes. En ik denk ook dat het heel belangrijk is als je in zo'n zwaar beroep zit. En je hebt een sterke partner thuis die je kan inspireren en die je aan kan. Dan, en de situatie ook aan kan. Dat zeker helpt om uw werk lichter te maken. Ja. En als we het weer hebben over leiderschap en over leiderschapskwaliteiten. Kom ik weer met die leeftijd. Maar toch, u geeft leiding aan een druk ministerie. Ja. Een ministerie wat heel veel aanvragen over van alles en nog wat krijgt. Welke leiderschapskwaliteiten bezit u, vindt u zelf, waardoor het goed gaat, de goede kant op gaat? Misschien moet ik dit delen. Mm-hmm. Als ik kijk naar de manier hoe wij leiding geven, mm-hmm. dan zijn het eigenlijk enkele zaken die wij hebben gehaald uit bepaalde leiders die dicht bij ons zijn. Ja. Of het nou vanuit de heer Somaharjo is, of het nou vanuit de president is, of het nou van de vicepresident is. Van mijn kant uit, ik probeer zoveel als mogelijk te luisteren voordat ik wat zeg. En ik probeer hun levensles eigenlijk mee te nemen. Mm-hmm. Bij de een is het een beetje geestelijk, bij de ander is het meer op zijn, ik moet dat streetwise noemen. Mm-hmm. En bij de ander is het zijn levenservaring door de tijd van Suriname, tijdperk van Suriname heen. En heel wat van de positieve zaken, maar ook van de negatieve zaken heb ik kunnen beluisteren van hun kant uit. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik er open voor sta, dat als ik leiding geef, dat ik eerst moet luisteren naar de zaken die eigenlijk gaande zijn. Mm-hmm. Ga niet meteen in een probleem af, op een probleem af, maar luister eerst en trek even na van hoe de zaken in elkaar zitten voordat je dan stappen neemt. Wat belangrijk is, wil je een grote job klaren, neem zoveel als mogelijk jouw team mee. Ja, neem heel zoveel belangrijk. Als mogelijk je team mee. Als je een leider bent, ben je niet een leider voor jezelf. Nee. Want als je een leider bent voor jezelf, dan bestaat eigenlijk de positie van leiderschap niet. Nee. Je moet dan weten hoe je moet omgaan met je team. Zie ze als een toolkit. Mm-hmm. Bij de een heb je een platte schroevendraaier nodig, bij de ander een ster. En die zijn eigenlijk degene die vorm geven aan het beleid dat je zou willen uitvoeren. Mm-hmm. Dus hou je team goed, identificeer je team goed en zorg ervoor dat
jullie gezamenlijk aan de zaken trekken. Want alleen als je je team goed kan begeleiden, ben je een goede leider. Mm-hmm. Want daar begint het al in een bepaald fundament dat je vormt. Of het nou van huis uit is als leider, als leider om het zo te zeggen. Je familie richting werkvloer zou je willen aangeven van herken jezelf eerst. Herken je zwakke plekken vooral. En aan de hand daarvan dat je de verschillende mensen om je heen gebruikt om de zaken die je dan communiceert met hun, om eraan te gaan trekken en succes te boeken. Ja, ja. Want inderdaad, je kan het niet alleen. En als je weet van ik ben hier zwak in en de ander is daar sterk in, dan vullen jullie elkaar aan en zo komt iedereen vooruit. Nou heb ik een paar mensen uit het team gesproken in voorbereiding hierop. En ik mag u een compliment maken dat ze erg complimenteus waren over u. Vooral over uw haar natuurlijk. Okay. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hè? Nee, niet belangrijk hoor. Maar nee, het is heel mooi, hele mooie antwoorden. En lead by example hoor ik er vooral uit. Dat u dat nastreeft. Correct. Van wie ben ik als leider en hoe zou ik willen dat de mensen met mij omgaan. Zo ga ik ook met hun om. Juist. Ja, heb ik dat een beetje goed samengevat? Geheel, geheel correct. Oké. Okay. Ja. Nou, zijn we aangekomen bij het laatste wat ik u wil voorleggen. Hoe wilt u Sosavo achterlaten voor of een volgende minister of in ieder geval de volgende generatie? Wat gunt u Suriname vanuit Sosavo oogpunt gezien? Nou, Sosavo is een stukje. Sosavo is een van de fundamentele ministeries. Mm-hmm. Waarbij we ervoor moeten zorgen dat we toch wel een stevige fundament vormen. Maar we moeten dan kijken naar onze tijdperk waarbij alles een beetje modern nu aan toe is ten aanzien van technologie. Ja. Dus als we kijken naar technologie, wil ik wel een stempel leggen ten aanzien van financiële inclusiviteit. Financiële inclusiviteit waarbij de verschillende personen die momenteel uitkeringen krijgen, maar zo ook de simpele basic persons, onze broeders en zusters die simpelweg bij de markt verkopen, noem maar op, dat zij ook een bepaalde toegang krijgen in het bankair wezen. En dat is eigenlijk waar naartoe we willen gaan, dat zij in de toekomst op een heel vergemakkelijke manier dan kunnen deelnemen in onze bankaire wezen. Dat we in de toekomst geen gelden meer cash uitbetalen, maar dat kunnen overmaken. In acute situaties dat makkelijk kunnen overmaken en hulp kunnen bieden via het systeem. Maar zo ook dat we hen willen leren om te sparen, dat ze voor hun eigen toekomst gaan sparen, et cetera. Dus financial inclusion, financiële inclusiviteit, is een van de projecten welke wij beogen. Maar apart daarvan wil ik ook meegeven, en zodat de samenleving dat weet. Sosavo zelf, als u naar het gebouw kijkt, dan moet ik aangeven dat het wel een stevige job moet krijgen ten aanzien van herstel. Het is intussen zover, we zijn bezig daarmee. Maar dat moet ook ervoor zorgen dat waar wij de mensen moeten opvangen, dat we ook natuurlijk moeten kijken naar hoe de situatie van onszelf is. Ja. Maar we hebben wel als doel geplaatst dat als er financiële middelen vrij zijn, dat we eerst ervoor pleiten dat het richting de samenleving gaat. Mm. En daarna, als we wat reserve hebben, dat we naar het gebouw kijken. Ja. Maar financiële inclusiviteit, dat is een van onze prioriteiten. Waarbij ik zelf wil aangeven dat tenminste het startmaken hebben we al gedaan. Maar dat het een stempel wordt in de samenleving dat dit alles gedaan is tijdens onze regeerperiode. Ja, dus wat als we de jongeren over 10 jaar, 15 jaar geschiedenisboek lezen over Urakit Ramsaran. Wat wilt u dat daar staat? Een van de jonge ministers die zijn ideeën, die zijn invloed heeft kunnen wenden dat wij momenteel een heel ander systeem hebben van armoedebestrijding en dat er financiële inclusiviteit is gebracht door dezezelfde jonge minister. Dus ik hoop dat dat gedeelte althans een bepaalde invloedrijke wending kan hebben naar de samenleving. Want een van ze is dat wij moeten blijven motiveren. Want onze doelgroepen, daarin zitten ook de mensen met een beperking. Mm-hmm. En dat maakt het dan niet uit van in welke situatie u bent. En als de kinderen dan terug kunnen blikken, dat ze kunnen zeggen van als die minister op zijn leeftijd het kon, dan kan ik het veel beter. Ja. En dat stukje van motivatie moeten we sowieso geven aan de kinderen. Ik wil niet hebben dat het te streng uitstraalt naar hun, vooral niet als je het leest dat de minister een strenge persoon was. Nee. Maar dat het meer gaat, want Sosavo, daar moet je liefde voor hebben. Ja. Daar moet je dagelijks liefde kunnen delen trouwens met de veel verschillende personen die met hun noodkreet komen. Dus ik hoop dat een stukje liefde uitstraalt natuurlijk, maar dat ik wel wil aangeven dat we een ander aanpak hebben ten aanzien van herstel brengen naar Suriname. Ja, heel mooi. Heel mooi minister. Dank u wel. Nogmaals bedankt dat u er vandaag was. We zijn aan het eind gekomen van het programma. En
om u te bedanken voor uw tijd, krijgt u wat cadeautjes mee. Zo. Van SHB mag ik u dit aanbieden. Dankjewel. Een lekkere fles Borgo waar u van kunt genieten op de momenten dat u wel eventjes rust heeft thuis. En dit denk ik dat u ook lekker kunt gebruiken. Zeepfabriek Joab is een jong bedrijf van een hele familie eigenlijk. Ja? Ja, de familie Aboyekoni. Okay. Ze doen het allemaal samen. Okay. De zusters en hun jongste broertje, die heet Joab. Oh, Joab. En okay. Ze maken zeep, olie, haarolie, baardolie, scrub. Van alles zit erin. Dus ik denk dat ik het heel goed ga gebruiken. Ik denk het ook. U ziet mijn haar, u ziet mijn baard. Ja, dus, geweldig. Trouwens, complimenten. Ja. Dat ze het zo Surinaams product. Yes. En lees over, ze zijn echt geweldig lekkere zeepjes van Surinaamse planten en kruiden. Mooi. Dus ik denk dat u daarvan gaat genieten. Thank you. Ja. Thank you. Ik ben Uraiki Tramsaran, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Mijn quote is dan: niemand is te jong, te oud of beperkt om groot te dromen. Dus droom groot. En zorg ervoor dat je ernaartoe werkt. Dit was de aflevering van De Man Achter de Minister. Vandaag met minister Uraiki Tramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Mijn naam is Rut Zinkler. Bedankt voor het kijken.